Voor de opleiding bedrijfskunde heb ik gekozen omdat ik het heel leuk vind om processen te verbeteren, in contact met mensen te zijn. Toen ik eigenlijk een beetje aan het oriënteren was naar een vervolgstudie, kwam ik er eigenlijk achter dat bedrijfskunde de meest brede economische opleiding is. Maak kennis met verschillende vlakken en eigenlijk een beetje van elke opleiding wel iets. Ik heb gekozen voor de HZ omdat het ten eerste dicht bij huis is en ik Vlissingen gewoon een hele mooie stad vind. Maar ook omdat het een kleine school is, de docenten kennen je en je valt niet weg tussen de studenten. Ik ben eigenlijk naar verschillende hogescholen ook wel geweest om echt een goed beeld te krijgen van ja, hoe ziet de school er nou uit en voel ik me ook wel thuis hier. En dit was ook wel echt de opleiding die mij het meeste aansprak. De sfeer van de opleiding ja, vind ik heel fijn. We hebben een hele hechte klas, dus dat scheelt ook wel al veel. En ja, er is altijd tijd voor een grapje, maar als er echt serieus gewerkt moet worden, ja, dan doen we dat ook. Op het moment dat je een vraag hebt, kun je hier de gang doorlopen en bij wijze van de deur opentrekken bij de leraar die je nodig hebt. De vakken die je bij bedrijfskunde krijgt, is eigenlijk een beetje van alle opleidingen samen. Dus een stukje HRM, maar ook bedrijfseconomie, commerciële economie. De onderwijs hier zo is verdeeld in blokken en elk blok bestaat uit 10 weken. Een blok heeft in principe eigenlijk een ander thema dan het blok wat daarna komt. Ja, de onderdelen die getoetst worden, die pas je eigenlijk toe in een groepsopdracht waar je dan met verschillende medestudenten aan werkt. Ik heb afgelopen half jaar mijn stage afgerond bij Defensie Helikoptercommando's in Geelse Rijen. Op mijn aankomende stage ga ik lopen bij Havenwerk in Vlissingen. Ik heb stage gelopen bij de Roompot in Goes op het hoofdkantoor. Het studentenleven in Vlissingen is heel bruisend. We hebben verschillende studentenverenigingen en er zijn genoeg kroegen en tentjes waar je altijd wel een drankje kan doen. Nou, als er geen bedrijfskundige medewerker zou zijn op deze wereld, zou in ieder geval alle processen bij verschillende bedrijven, scholen, ja, zo gek je het kan bedenken, niet zo gestroomlijnd lopen dan dat het nu loopt.